dit is heel hoog, maar er kunnen ook drie en viertjes meedoen. Maar dit is wel, dit zijn hele sterke toernooien. Pieter Dirk had moeten spelen, maar hij heeft walk-over heeft hij gekregen. Dat moeten we dan maar even zien. Er zal misschien ook nog wel bij komen, hoor. Dat gaat niet om en dat maakt ook niks. Maar het is. Ik heb die tickets, die moesten wij natuurlijk ook. Hé, hoor. Die tickets moesten. Wat leuk dat ze in de herfst kan gaan. Ja. Dat is super mooi. Ja, geweldig. Ja. Dat is best wel concurrentie. En bij de jongens ook, want ze zitten met z'n 14 of 8 lang. Tot en met rolhockey, vloerhockey, tot en met bejaardengymnastiek en kinderopvang. Maar de bovenverdieping waren gewoon kamers voor 8 personen. Bedje simpel. Leuk. En tafel erin. En wij konden het zo, ik kon het zo gedaan krijgen dat, dat 3 meiden op zo'n kamer van 8 mochten en 5 jongens op een kamer van 8. Nou, dan komen tafels bij elkaar, al een mooie eetkamer ook en zo. En, perfect. Gewoon douches zat, allemaal wel oud. Ja, maar. Maar niet vies, wel schoongemaakt steeds. Ja, en die kinderen zaten eens te kijken, wat is dit? Ik zeg, ja, jongen, ja. Je kan ook in de tank, hoor, je mag kiezen. Ja, ja. Dus dit was luxe met stopcontacten voor opladen en allerlei andere onzin. Ja. Kijk, nee, dus dat was allemaal hartstikke goed gegaan. Ja. Dus dat was wel leuk, ja. Lekker. Ja. Nog wat dagen tussendoor thuis en zo. En natuurlijk ook midden in de vakantie trainingskampje gehad in Italië met Jan Hunt en de kids. Dat was leuk. Ja, super. Geweldig hoor. Dat was een oude clubje. Ja, Berlijn was fantastisch geweest. Hamburg bedoel ik, sorry. Was echt super. Ja, dat hoorde ik. Ja, dat was ook, Al het nieuwe toernooi is goed gelopen. Ook Tsjechië. Goed, best wel goed. Dus dat is wel leuk. Ja, ja mooi. Ja, echt, mooi. Tsjechië is een oude, weet je wel. Dan hoor ik het van jou. Oud, nou ja, jeugdweg kan je het niet noemen, maar het is een. Nee, hè? Groot pad.